natuurlijk is dat een doel. Alleen, ja, het is niet zo, mocht dat niet lukken, zeg maar, dat ik niet vind dat mijn carrière dan niet geslaagd is. Ja, Kiki. Niet naar Cincinnati, niet naar New York, maar wel naar Bleiswijk. Ja, wat zo kom je is doen dat. Vanavond? Ja, lekker weer eens een potje spelen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd en ik heb er zin in. Ja, want hoe is het gegaan uiteindelijk? Ging je daar niet heen en heeft de organisatie jou gevraagd om hier voor het goede doel in ieder geval een mixed dubbel te spelen? Hè? Ja, klopt. Mijn fysio Ed en Roland die hadden mij benaderd om te vragen of ik niet hier voor het goede doel een mixje wilde spelen. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik heb nu de tijd en voor het goede doel is het natuurlijk altijd fijn om bezig te zijn. Ja, en bekend terrein voor jou hier, toch? Ja, wel heel lang geleden, 14 jaar geleden. Maar ja, hier is het toch een beetje allemaal begonnen. Dus wel heel erg leuk om na al die jaren weer terug te zijn. Ja, want kan je uitleggen, als jeugd speelt, zei je, komt hier uit de buurt. Hoe vaak heb je hier gespeeld? Ja, ik heb hier een aantal keren het open toernooi gespeeld. Als klein meisje nog. En mijn ouders vonden altijd dat ik veel te laat de baan op ging. Natuurlijk hier was het dus veel te gezellig. Maar ja, ik kijk met heel veel mooie herinneringen terug op dit toernooi. Ja, kan je dan ook voorstellen, je zegt 14 jaar geleden, hoe snel het dan allemaal gaat, hè? Zo'n tenniscarrière? Ja, dan voel ik me wel heel oud hoor, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, het zijn gewoon natuurlijk hele mooie herinneringen. Ik denk dat ik een super mooie carrière heb. Dus als je op dat moment gezegd had, 14 jaar geleden, dat ik nu hier zou staan, dan is natuurlijk één droom. Voor de mensen hier is het leuk, hè, dat je er bent. Jij vindt het waarschijnlijk ook leuk om te spelen, maar ja, in de meest ideale situatie had je je natuurlijk nu voorbereid op de US Open? Ja, het liefst natuurlijk wel, maar door de omstandigheden gaat het gewoon niet. Dus ja, moet je op andere manieren toch bezig zien te houden. En dan is het gewoon leuk dat je hier toch even een wedstrijdje weer kan spelen. Kan je uitleggen waarom je kiest? Hè? Je hebt het al eerder uitgelegd, hè? Je kiest voor Roland Garros, hè? Dat eind september begint. Waarom is het dan niet te combineren? Is dat dan toch die quarantainetijd? Ja, als je terugkomt uit Amerika moet je natuurlijk 2 weken in quarantaine. En ja, om je dan optimaal voor te bereiden op een gravelseizoen is het natuurlijk gewoon niet ideaal op die toernooien. En ja, er zijn nog gewoon zoveel onzekerheden op dit moment, ook in Amerika, dat ik dat mezelf niet aan wil doen, maar ook mijn team niet. Dus we kiezen gewoon voor de zekerheid om gewoon nog in Nederland te blijven. Ja, niet misschien, hè, ik pak het startgeld en daarna ga ik weer gauw terug. Nee, zeker niet. Nee, daar doe ik het niet meer voor. Dus dan moet het echt puur voor de prestatie, puur op een leuke manier, op een veilige manier, dat natuurlijk allereerst. En op dit moment voelt dat gewoon nog niet veilig genoeg om die stap te zetten. Dus ja, kies ik gewoon voor mezelf en blijf ik thuis. Hoe is het met je? Want je hebt in Berlijn een toernooi gespeeld, daarvoor heel lang niets. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat in jouw hele tenniscarrière nog nooit hebt meegemaakt. Dat je zo lang geen wedstrijd hebt gehad. Nee, echt nog nooit meegemaakt. Ik heb het geluk gehad dat ik nooit langer dan 3 maanden geblesseerd ben geweest, gelukkig. Dus ja, een hele nieuwe periode. Maar denk ik ook wel eens lekker om het lichaam en de geest echt totale rust te geven. Ik heb natuurlijk al die jaren zoveel toernooien gespeeld. Dus nooit echt die rust kunnen pakken. Dus ik heb er gewoon nu van genoten. Maar ja, ik ben nu zeker wel weer klaar om weer aan de bak te gaan. Hoe moeilijk is het om dat niveau weer te gaan halen? Heb je daar vertrouwen in dat dat wel weer snel gaat komen? Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk wel gewoon doorgetraind. En zeker nu ga ik gewoon de trainingen weer iets meer opvoeren. En ja, dan merk je gewoon als je er weer iets meer tijd in stopt. Dat ja, die slagen die zitten er ergens wel. Dus dat is denk ik het probleem niet. En fysiek ben ik weer goed. Dus ik denk, ja, je gaat natuurlijk nooit weten. Maar ik denk dat ik er gewoon weer helemaal klaar voor ben. En die Grand Slam titel, gaat die er komen? Ik hoop het. Daar werken we nog steeds hard voor. Maar ja, gaan we zien. Is dan Roland Garros ook wel waar het jou het meest ligt, zeg maar? Is dat ook de bewuste keuze van, ik wil daar gewoon goed zijn? Nou ja, dat is natuurlijk wel de ondergrond die me het beste ligt. Natuurlijk, qua omstandigheden dus is het natuurlijk iets heel anders als jij in september, oktober speelt. Of in mei, natuurlijk qua weersomstandigheden. Maar ja, dat is gewoon zo. We gaan er gewoon, hopelijk gaat het door. En hopelijk hou ik een goed niveau. En dan gaan we het zien. Hopelijk kan het allemaal tegen die tijd weer op een iets veiligere manier. Ik sprak jouw oude coach, Raymond Sluiter. Ik denk 2-3 weken geleden. En hij zei, ja, die Grand Slam titel was voor mij echt een doel. Misschien wel een obsessie. Hij zegt, en voor Kiki was dat misschien niet zo. Hij zegt, ik wil niet voor haar praten. Dus bij deze vraag, ja, wat is dan het verschil tussen die visie van... Even, ja. Voor het blok. Nee, ja, tuurlijk is dat een doel. Alleen... Ja, het is niet zo, mocht dat niet lukken, zeg maar, dat ik niet vind dat mijn carrière dan niet geslaagd is. Ik denk dat ik nu, als ik terugkijk op mijn carrière, dat ik daar super blij mee kan zijn. En natuurlijk kan een Grand Slam carrière dat nog net iets beter maken. En natuurlijk is dat doel er wel.
Maar ja, wie weet of het gaat lukken. Ik werk er in ieder geval nog steeds hard voor. Ja, want kan je de situatie nu uitleggen met jouw coach nu? Volgens mij gaat dat gewoon hetzelfde. Je hebt toch alsnog wel een doel om alles te winnen, zeg maar. Ja, nee, dat zeker. Anders, als ik dat doel niet meer zou hebben, dan zou ik niet meer elke dag die baan opstappen. Wat is het verschil tussen Raymond en Elise? Elise is denk ik iets rustiger. Niet dat Ray dat absoluut niet was. Alleen ze brengt het gewoon net iets op een iets andere manier. Ik kan denk ik iets beter mijn eigen keuzes maken. En het voelt gewoon heel erg vertrouwd om samen met haar te werken.